Een stadion dat al 2 uur vol zit, leeft en vibreert. Zelfs het weer voetbalt mee vandaag. Kort over Anderlecht, hier speelt de ploeg die Standaar inblikte. En wat Genk betreft, Hendricks geblesseerd, Reini speelt. En op de bank zit een superjoker, Souleyman Oulare. De cadeaus zijn voor Boreling, Dora voor Branko, de vader en de moeder Sanja Stroepar. De ebbenhouten schoen is voor Souleyman Oulare. Goeie bal van Goor Radzinski. Die laat zich al een paar keer, of liet zich al een paar keer diep terugvallen. Goeie bal van Radzinski, de kans voor Jakchuk. De eerste grote kans van de wedstrijd. De Boek pikt die bal op. Schifo en dan Delbroek. En goed van Stroepar, daar gaat Origi. Met heel veel ruimte. Delbroek en Stroepar voorin. Wilfried Delbroek kopt naar de grond. En De Wilde heeft een grote save in huis. Op die kopbal van Wilfried Delbroek. De eerste grote kans van en voor Racing Genk. Daar gaat Van Diemen. En Reini moet er achteraan. Voorzet Van Diemen. Kopbal Jachtzoek. 0-1 Anderlecht. 19e minuut van de eerste helft. Oleg Jachtzoek. Dat is een killer. En dat is een opdoffer voor Racing Genk. Maar Anderlecht leek de coolste ploeg. Deed het uitgekookt. Heel zuiver en proper. Een beetje zoals deze aanval. Goal van Jachtzoek. Gudjonsson. Stroepar niet. Oulare wel. Ondertussen in de ploeg samen met Ngoyen Sumbu. In de plaats van Reini en Bjarni Gudjonsson. Zo heeft u dat meegekregen. Samen met de kopbalkans voor Branko Stroepar. Jachtzoek. Jachtzoek. Zetterberg. Slim balletje. Radzinski met de 0-2. De voet van Brockhauser. En dan de zeer belangrijke voet van Chris van Geem. Origi. Ze mogen doorgaan met Oulare en Stroepar. Daar is Stroepar. Stalens loopt hem aan. Genk krijgt een vrije trap. En de kaart is voor Lorenzo Stalens. Daar staat Domenico Olivieri. Maar er zijn ondertussen al een paar minuten overgegaan. Olivieri heeft ook al, de camera heeft dat gezien, uitgepakt met een elleboog. Maar niemand van de officiëlen op het veld had dat gezien. Nu staat Branko Stroepar klaar. Scoren op dit moment, het zou wat zijn. Hij kwam wel tussen de palen, maar net daar waar Philippe de Wilde staat. En dat betekent dat we moeten gaan rusten met 0-1. Zeg maar verdiend, die voorsprong voor Anderlecht. Krasson. Van Diemen. Krasson buitenom. Van Diemen met de passeerbeweging. En nu de voorzet. En twee mensen vrij daar. Jachtzoek. Nee, Stojka. En goal. 0-2. Anderlecht. De ploeg van het moment. Beter kan dat niet geïllustreerd worden. Dit is een goal van Stojka. En die draagt ook helemaal de signatuur van Alin Stojka. De manier waarop hij hem maakt. 0-2. Tiende minuut na de pauze. Goor. Bart Goor. En Anastasio sluipt mee. En als hij het hoofd koel houdt is het 0-3. Via de paal is het 0-3. Anderlecht. Bart Goor. Ideaal voor Anastasio. Langs Brockhauser. En via de paal 0-3. 14e minuut na de rust. Gudjonsson, Origi, Olivieri, de libero en de kans voor een Ngoyen Sumbu. Mooie passeerbeweging en dan veegt hij die bal over het doel. Zo blijft het 0-3 natuurlijk. Anastasio, Schifo, Radzinski. Op de een of andere manier loopt hij zich altijd los en hij scoort. 0-4. Wat heb ik daar straks gezegd over het Sclessin scenario? Het begint in de buurt te komen. Nog 25 minuten. De goal van Thomas Radzinski. Zijn 7e in 1 week. Hazi. Hazi tegen de grond. Dat wordt een penalty. De bal werd meegegeven, doorgetikt door een Sumbu. En dan een foutje van Anastasio op Besnik Hazi. En daardoor een penalty met nog 17 minuten te spelen. Stroepar 1-4. De 17e van het seizoen van Branko Stroepar.
Goor. Anastasio. Goor zet zich door om het op rijm te zetten. Hier staat Stojka. Aanpakken, voorleggen, 0-5. Radzinski. Of 1-5. De penalty tussendoor van Stroepar even vergeten. En dat betekent de 8e goal voor Radzinski in 1 week. En qua totaal komt hij nu op 15. Radzinski komt langs Van Geem. Thomas Radzinski heeft wat steun bij, schiet toch zelf. En Brockhauser moest alles uit zijn handschoenen halen om hem van een 3e goal te houden. Ularik komt daardoor nu voor Stroepa. Zo volgt het allemaal snel op elkaar. Dat moet een nieuwe penalty worden. Overtreding van Glenn de Boek. En het wordt ook een strafschop. Stroepa weer. Weer van op de stip. 2-5. En zo krijgen we hier een fantastische score. Maar Racing Genk schiet er niet veel mee op. Jean Dox kan achteruit leunen. Een feest werd het hier. Ja, maar dan van de 900 supporters van Anderlecht. De superzondag werd gedomineerd door de Europese challengers. Hier wint dus Sporting Anderlecht met klasse 2-5 van Genk. Ja, voilà. We vinden maar geen kampioen. De beslissing over de titel en ook die over het Europees voetbal. Die twee beslissingen vallen volgende week zondag op de laatste speeldag. Kan het spannender. Anderlecht, momenteel de ploeg in vorm. Dat is duidelijk, heeft de feestplannen van Genk flink overhoop gehaald. En het kan nu nog alle kanten uit. Laten we eens kijken naar de top 4. Eerste, nog altijd Genk, 70 punten en 21 gewonnen wedstrijden. Op 2 punten gevolgd door Club Brugge. Ook Club heeft 21 gewonnen matchen. Anderlecht is derde met 67 punten en 20 gewonnen wedstrijden. Moes Kroen vierde met 65 punten. Wat de titel betreft blijven Genk en Club Brugge de grootste kandidaten. Dat staat buiten kijf. Maar als Genk volgende week verliest en Club speelt gelijk of verliest ook en Anderlecht wint, dan hebben Anderlecht en Genk evenveel punten, namelijk 70. En evenveel gewonnen matchen, namelijk 21. En dan krijgen we een testduel tussen Genk en Anderlecht.